In het nu volgende programma komen de heren Metsenmakers en Van Harte terug voor hun derde en tweede ronde respectievelijk. Dat betekent natuurlijk kijken naar de reis om de wereld in 80 vragen. Goedenavond allemaal, van harte welkom bij nu weer de 7e aflevering in dit seizoen van de Reis om de Wereld in 80 Vragen. Met twee kandidaten die inmiddels denk ik al bekend zijn bij u thuis. Ik begroet hier ook de mensen in de studio, de supporterscharen. En wij gaan zo meteen maar weer eens met de eerste kandidaat hernieuwd kennismaken. Hij is al een behoorlijk eind op weg, moet ik zeggen, op zijn reis met de wereld. En we gaan naar hem toe, meneer Metsenmakers. Goedenavond, meneer Metsenmakers. De derde ronde alweer, hè? Het gaat snel. En u bent weer een heel eind op weg. Het vorige keer ging het voortreffelijk. Ik denk dat u daar zelf ook wel tevreden over was. En de keer daarvoor ook. Ja? Dus u bent lekker wat je noemt in een winning mood. En met u denk ik de twee secondanten die wij even gaan begroeten. De heren Wisse en de Vries. Ook welkom weer in het programma. We wensen u ook weer veel wijsheid en sterkte toe. Met de maximaal 4 vragen die u de heren toe kunt spelen. Dan het kaartje. Dat gaan we eens even bekijken. Ook voor thuis, dames en heren, is misschien goed om eens even te kijken de route van de heer Metsenmakers. Een behoorlijk gebied hoor. Mexico, dus Midden-Amerika, en dan gaan we zo helemaal door Zuid-Amerika. Het is een groot gebied, meneer Metsenmakers. Ja? Ja. U kijkt er nog eens even tegenaan zo. Daar gaan de vragen over. En ik hoop van harte dat dat goed gaat. Wij stellen nog even de jury voor. De mensen die tenslotte ook zo druk altijd doende zijn met de voorbereiding van dit programma. En dat zijn dan de heren Stegenhoek, Loekie Stassen in het midden en dan Geurt van Hierde, de voorzitter. En wij wensen ook hun weer veel wijsheid toe. Ik wijs u, dames en heren, thuis nog even op de bekende, ik mag wel zeggen beruchte lampjes die op de desk zitten, die toch belangrijk zijn om in het oog te houden. Want wanneer er een vraag niet goed beantwoord is, dan gaat er een lampje branden. Ze gaan nu wel erg snel aan, moet ik zeggen. Bij 4 lampjes wordt de zaak zeer kritiek. Gaat het 5e lampje aan, dan is het, meneer Metsenmakers, gebeurd. Gelukkig dat u ze niet ziet daar, hè? Nou, we hopen dat er zo weinig mogelijk lampjes branden. Het mag van mijn part helemaal donker blijven daar beneden. Wij zijn er klaar voor, u hoop ik ook. Nogmaals veel succes en hier komt uw eerste vraag. Deze stad is misschien wel de oudste stad in de deelstaat Yucatan, gelegen op het gelijknamige schiereiland. De stad bezit een interessant stadsplan dat we dankzij uitgebreide restauraties weer kunnen bewonderen. Het terrein voor de cultushandelingen strekt zich uit over een groot plateau. Een eigenaardig 38 meter hoog bouwwerk, de zogenaamde waarzeggerspyramide, steekt er bovenuit. Het paleis van de gouverneur is in de zuivere puukstijl gebouwd. Net als alle andere belangrijke bouwwerken in deze stad, ligt dit architectonisch meesterwerk geïsoleerd op een ongeveer 100 hectare groot terras. Een van de mooiste gebouwen van deze stad is het zogenaamde nonnenklooster, dat net als de andere gebouwen in Yucatan gemaakt is van witte koraalkalksteen. Het is een uit 4 gebouwen bestaand complex dat een rechthoekige binnenplaats omsluit. De hoofdgevels die op de binnenplaats uitkijken zijn net als bij het paleis van de gouverneur rijk versierd met steenmozaïeken. Wij willen graag weten wat is de naam van deze stad. Uxmal. Prima. Ja, dat is goed. Meteen dan maar de tweede vraag. Welk volk bouwde deze stad in Yucatan? Maya's. Weer goed. Ja. Dat hoor ik heel graag, moet ik u zeggen, de Metsenmakers. En we gaan weer verder met de volgende vraag. ¡Gracias!
quiera, come se come la no. Si el caminar se comiera ahí, se comiera come se come la no. Yo ya me hubiera comido un gavilán, oh, oh, oh. Ay, gavilán, piu, piu, ay, gavilán, pao, pao. Ay, gavilán, piu, piu, ay, gavilán, pao, pao. Ese gavilán, primito ahí, primito pequeño y tangolado, que se remonte de la galera para brincarle al pinchón. Ay gavilán, pío pío, ay gavilán, pao pao, ay gavilán, pío pío, ay gavilán, pao pao. Río Arauca, pásame pa'l otro lado. Cuando era de Río Arauca ahí, Río Arauca, pásame pa'l otro lado. Porque me viene persiguiendo un gavilán colorado. Ay gavilán, pío, pío, ay gavilán, pao, pao. 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 Ah. Oh. Heel goed, hartelijk dank, Mexico, Mexico lindo, hè? Dat was het, dat moet ik zeggen. Maar ik zeg gewoon wel hartelijk dank, dames en heren, want de dames en heren verstaan heel goed onze taal. Want zij zingen dan wel een heel eind over de grens, moeten wij zeggen. En doen dat ook voortreffelijk en spelen daarbij ook heel goed. Maar zij zijn echt wel woonachtig in dit land. Vandaar dat wij ze ook zo konden bedanken. Het was even een leuk intermezzo, dacht ik, hè, meneer Metsenmakers. Ik ga u even nog iets over vertellen en meteen de vraag aan vastkoppelen. U hebt allemaal vast wel eens gehoord, dames en heren thuis ook, van deze zangers van straatballaden of corrido's. Ze hebben hun naam ontleend aan het feit dat ze veelal op bruiloftspartijen speelden. En nu komt dan de vraag, hoe heten deze muzikanten? Mariachis. Juist, heel goed, dat is prima. Eigenlijk van het Franse mariage, hè? Ja. En vandaar dus met dat huwelijk. Heel goed. Ja, meteen maar weer vraag 4 eraan vast, want dat gaat allemaal zo goed. Wat is de naam van de hoofddeksels die door de leden van het orkest worden gedragen? Sombrero. Sombrero, ook weer goed. ik heb niks meer op u af te voeren. Dat ging zo snel, meneer Metsenmakers. Uitstekend. We zijn, geen enkel lampje natuurlijk niet aan. Ook de secondanten zitten nog een beetje te lezen en denken wij komen straks al aan de beurt of niet. Hè? Goed, ik ga in die tussentijd heel eventjes naar de andere kandidaat toe. Ik ga naar meneer Van Harten. Dag meneer Van Harten. Goedenavond. Goedenavond. Ook van harte welkom. U bent voor de tweede maal bij ons te gast in de studio. Ja. U hebt vorige keer met goed gevolg Europa doorkruist. En we gaan nu wat verder. En met u ook de twee secondanten, die wij ook weer hartelijk welkom willen heten.